Mijn naam is Ben Harmsen. Ik ben lid van de Heemkring Neerpelt. We zijn hier op het domein Het Plat in Overpelt, waar in de Tweede Wereldoorlog een Jodenkamp heeft gestaan. Daar is een koninklijk besluit geweest dus in 1847 voor de woeste gronden hier in Limburg, die hier talrijk aanwezig waren, terug vruchtbaar te maken voor de landbouw. En dat was eigenlijk een initiatief ook van de Boerenbond. Die zat daar ook tussen. Met de Heidemaatschappij. Achel en Lommel en Overpelt. Die kwamen in aanmerking daarvoor. In totaliteit voor heel Limburg was dat iets voor 1000 mensen. Zouden ze daar kunnen te werk stellen. In de oorlogsjaren was hier alles onder Duitse bezetting. Uiteindelijk is Overpelt, hier op het plat waar we nu staan, uitgekozen voor een kamp neer te zetten. Hier hadden ze plaats voor tussen de 80 tot 100 Joden. Maar alle mensen waren geen boerenleven gewoon. Hè. Ja, toch, dit werkt niet. Hè. Die overplaatsing van Genk naar hier, dat moest in allerijl gebeuren. In heel korte mogelijke tijd, ook op andere plaatsen brakken weggehaald, hier gezet, voor die huisvesting van die mensen. Hè. Die zaten met 25 in een brak, zo gezegd. Maar dat waren allemaal Joden die vanuit Antwerpen hier moesten komen. Dat kamp, dat was een overrompeling, dat was niet ordelijk. En hadden ze de Duitsers afgesproken, je moogt naar huis gaan, maar in groepen. En ze hadden drie groepen gemaakt, die gelijk de brakken bevolkt waren. Groep 1, die mocht op een zekere datum gaan, de week erop de ander. Die zijn ook allemaal teruggekomen. Die waren geregistreerd, ze wisten precies van die mensen alles. Hè. En heel dat terrein was afgemaakt met één draad. De Duitsers hadden voorzien voor twee draden. En tussen de twee draden geworpen het pekeldraad. Maar de leveringen ervan, van 10 kilometer draad, dat ging niet. Hè. En dat ging eigenlijk misschien wel, maar het wordt overal ook een beetje van andere kanten tegengehouden. Ook de aankoop van gereedschap en zulke dingen. Uiteindelijk zijn die mensen aan het werken moeten voor het afgraven van de bovenste laag. En de overschot die ze weghaalden, en de zand, die hebben ze in een ondiepe moeras meer aangevuld en voor het niveau terug te krijgen. Hè. De dokter die was er en die kwam elke week op bezoek in het kamp. De mensen die iets hadden, ja, verzorgden hij. Maar ook die naar een hospitaal moesten, die moesten in Hasselt naar de kliniek. Maar de Duitsers controleerden dat allemaal, dat dat ook wel allemaal waar was. Hè. Het was geen concentratiekamp, hè. Maar de mensen in dat kamp die niet volgens het reglement fungeerden, die hadden kans dat ze naar een concentratiekamp gestuurd werden. Dat was een stok achter de deur voor hen. Hè. De mensen hadden hier zelfs een kantine. Hè, ze verdienden hier 10 frank per dag. Dat geld werd gestort op een bankrekening of een postrekening. Ze konden hier geen alcoholische dranken krijgen, dat wel niet, maar kleine zeepen en behoeftigheden,
die wel de was. Dat kwamen ze aan de poort afhalen. Dat werd gedaan, met betaling door de persoon dan zelf. Hè. De Joden die hier in dat kamp verbleven, die zijn hier ongeveer 2,5 maand zijn hier gebleven. En nadien zijn die allemaal teruggestuurd, terug naar Antwerpen. In de jaren 80 ben ik hier met mijn metaaldetector aan gaan zoeken op eventuele restanten te vinden. En, maar totaal niks heb ik daar gevonden, nog geen schroefje. De Duitse grondelijkheid was nog actief, denk ik.